It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag doe ik een keer iets anders dan mijn facecam natuurlijk. Maar zo jullie zien, zien jullie mijn controller. Dus vandaag is het een keer een handcam video. En zo jullie zien, speel ik op de PlayStation 3 natuurlijk. Spelen een potje 10 damage op de map Standard. Ga spelen met de Skaha. En jullie zien gewoon een keer mijn handen en mijn controller. In plaats mijn facecam natuurlijk. Dus mocht deze video natuurlijk wel leuk vinden, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. Dan gaan we kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. Spelen met de Skaha, silencer en adjustable stock. Met een keer geen camootje erop, want dat vind ik wel een keer mooi. En ja, we gaan gewoon kijken of we deze mensen een beetje kunnen gaan pakken. Als dat lukt is het mooi. Als dat niet lukt dan... Oh, hij wordt gesniped. Ik zag hem daar al staan. Hij stond of op die blauwe kar of op... Hoe heet dat? Op die... achter dat container ding. Lekker teammate. Oh, hij heeft gewoon twee keer die Galaxy Knees. Die is waarschijnlijk wel goed in snipe zo te zien. We gaan gewoon proberen lekker zijn fiets te verneuken. Als de audio anders klinkt, ik neem deze audio natuurlijk op met mijn camera. Oh. Ze gaan achter me spannen, ik weet het. Wacht even. Waar de fuck zitten de enemies? Daar zit er één. Waar zitten de enemies, man? Zijn ze aan het camp of zo? Oh, assist. En maar weer omlopen, want dan zit hij nu daar. Kom op, teammate. Nee. Oh, lekker teammate. Let's go. Nou, hier spannen ze dus niet. Misschien wel aan de andere kant. Team in de core bij je. Oh. En nu zijn we een UAV. Okay, wij hebben ook een UAV. Oh my god, had ik echt geluk. Oké, mooi zo. Teammate heeft die andere. Ga even deze mensen muten. Spelen tegen voor mij een paar snipers. Oh, lekker teammate. Teammate heeft hem al gesniped. Ik kan het alleen niet goed zien. Zit er, waar? Voor mij speelt de helm met Ghost. Want ik zie ze niet op de UAV. Het is echt een saai potje dit. Team heeft nog een UAV. Nee, oh een M8. En dan krijg ik nog ja een M8. Zie, ik heb wel een UAV. Dat wel, maar ik had wel even wat slimmer mijn kogels moeten verspillen. Daardoor gebeurt dit natuurlijk. Maar deze enemies zijn ook wel gewoon scheid hoor. Dat moet ik je wel vertellen. Hij stond daar, hij liep daar. Zie hem staan, hij springt weg. Oh, dropshot. Oké, spannen nu voor me. Als het goed is. No! Ik word dan nog gewoon door die headglitch gesniped. Dan kan je niet doorheen schieten. Daar zat er nog één. Oké, als het goed is, als ze daar me niet aan op te wachten. Ja, dat doet hij wel. Oh my god. Het zijn echt de ergste mensen gewoon tegen te spelen. Teammate heeft dan lightning strike. Lekker teammate. Hoe sta ik eigenlijk? 7-5. Dat krijg je als je Black Ops 3 gewend bent. Oh. Als je eenmaal Black Ops 3 een paar dagen speelt, is de eerste opname. Wacht hoor. Dit is de eerste opname die ik weer doe na Black Ops 3. Dan moet je echt even wennen, jongens. Oh, maar hier heb ik even een triple. Alles inroepen. Spannen aan de andere kant van de map. Moeten we nog
10 kills maken en dan is het potje er al op. Let's go. Ik kan nog een paar keer, zodat ik mijn 4 zet. Ga ik waarschijnlijk toch niet meer halen, want het potje dan afgelopen is. Maar holy shit, die triple was net even lekker. Wow, die Elite Game heeft gewoon een triple final. Holy shit. Als hij een triple final is, is het wel echt fucking gaaf. Dan leggen ze liever gelijk. Nee, geen triple final in ieder geval. Maar, mocht jullie natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan je blauw duimpje omhoog. Dat helpt natuurlijk enorm. En ja, ik hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk ook bij een van de volgende video's. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.